2018 is begonnen, yes! Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van deze jersey, want er komen nieuwe teams van de Gamers at Rebels aan. Inderdaad, het wordt fantastisch. 2018 wordt het jaar van de panda, maar we hebben wel een aantal nieuwe teams nodig. Ja, we gaan... Peter, welke teams zijn dat? Ja, we gaan weer naar onwijs veel LAN parties samen met Rebels Panda en we zoeken vier nieuwe teams. We zoeken een nieuw League of Legends team, een nieuw CSGO team en we gaan spelen met een Overwatch team en een Rainbow Six Siege team. Dat klopt, ja. En daar kun jij jezelf voor opgeven. Als fanatieke gamer, als gamerset liefhebber. En vooral als iemand die het gewoon heel erg graag wil proberen als e-sporter. Absoluut. Dus ken je iemand die heel goed is in een van die vier games? Of dat? Ben je zelf heel goed? Ken je al een heel team? Moet Nederlandstalig zijn, maar ken je al een heel team? Geef je vooral op via rebels@gamersnet.nl. Stuur ons een mailtje waarom jij vindt dat jij bij de Gamers at Rebels moet horen. En wat ga je doen dan? Dat is, dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Je gaat alle evenementen af, zoals je al zei. We gaan content rond jou maken. Wat betekent dus dat je met jouw hoofd mooi in beeld komt. We gaan kijken hoe jij speelt. We gaan voetbalplaatjes afdrukken met je hoofd erop. En we gaan gewoon heel veel plezier hebben eigenlijk. Ja, we gaan naar de reality, naar de party. We gaan online strijden in de ESL Benelux. We gaan super veel content maken rondom je. En je gaat Remy de Panda natuurlijk knuffelen totdat hij helemaal kapot geknuffeld is. Want je gaat gewoon on tour met de Gamers at Rebels. Kortom, word lid van de Gamers at Rebels. Als je een beetje goed bent in één van deze vier games, laat het weten via rebels@gamersnet.nl. En wie weet ben jij straks een nieuwe gladiator. Of nog beter, een nieuwe rebel van de Gamers at Rebels.